allemaal. Kunnen jullie mij zien? Oh. Ja, ik moet dat even vragen, want normaal gesproken ben ik onzichtbaar voor mensen. Maar vandaag laat ik mezelf aan jullie zien. En ik zal jullie een verhaal vertellen. En dat is een hele eer voor eenvoudige mensen zoals jullie. Geloof mij maar. Ik moet er heel even langs. Dank je wel. Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Puk. Ik ben een elf. En niet zomaar een elf. Nee. Ik ben Puk. Een vrolijke dwaler door de nacht. Een vriend voor iedereen die goed is voor mens en dier. Een plaaggeest voor iedereen die lui en onaardig is. Ik ben, al zeg ik het zelf, de belangrijkste dienaar van elfenkoning Oberon. Hij moet altijd vreselijk hard lachen om mijn grappen. Jullie kunnen ons niet zien, maar wij elfen zijn overal waar bloemen, planten en bomen zijn. Wij loeren naar jullie vanaf de hoogste takken. En soms kunnen jullie onze stemmen horen fluisteren in de wind die door de bladeren waait. Luister, je hoort ons overal. Thank you.
jullie vandaag één van de vele avonturen die ik heb meegemaakt vertellen. Het gebeurde... Ja. Wanneer was dat ook alweer? Was het honderden jaren geleden of was het gisteren? Of heb ik het hele verhaal gedroomd? Ja, soms is het een beetje verwarrend om eeuwig te leven. Je maakt zoveel mee dat je alles door elkaar begint te halen. Het begon in elk geval met Hermien. Hermien was een meisje dat in een klein dorpje woonde aan de rand van een groot bos. Hermien was mooi en lief en zacht en ze was heel erg verliefd op de knappe jonge Lysander. En Lysander was ook heel erg verliefd op Hermien. Mooi toch, zou je zeggen? Maar nee, helaas niet. Het pad van de ware liefde is altijd al grillig geweest. Zie je, Hermien had een vader. Dat is niet zo gek. Bijna iedereen heeft een vader. Maar deze vader zorgde voor een groot probleem. Hij vond namelijk dat Hermien moest trouwen met een andere man. Egbert. Egbert was een rijke man. De rijkste man van het dorp. Maar bijna iedereen in het dorp had een hekel aan Egbert. Egbert was namelijk helemaal geen aardige man. Maar, zei Hermiens vader, Egbert is rijk. En als je met hem trouwt, zullen we bij de rijkste familie van het dorp horen. En je zult heel deftig zijn en dure jurken mogen dragen en in koetsen kunnen rijden. Maar Hermien wilde helemaal geen dure jurken en koetsen. Het enige wat zij wilde was haar mooie, knappe Lysander. Tja, zo ging dat vroeger bij de mensen. Dochters moesten doen wat hun vaders hen opdroegen. Het was allemaal nog erger, want er was één mens in het dorp dat geen hekel had aan Egbert. Hermiens beste vriendin, Helena. Helena was tot over haar oren verliefd op Egbert. Maar hij zag haar helemaal niet staan. Hij wilde alleen maar Hermien. Ik heb veel mensen met slechte smaak gezien, maar Helena is toch wel de ergste. Stel je voor, verliefd zijn op zo'n halve zool als die Egbert. En hij maar achter Hermien aansjokken. Oh, wat een dwaze zijn mensen toch. Altijd moeilijk doen. Hè? Hun leven kan nooit eens even rustig en kalm verlopen. Nee, ik moet altijd schots en scheef omhoog en omlaag, van links naar rechts en uiteindelijk in de knoop. Ik ben al duizenden jaren oud en ik heb in alle landen van de wereld gewoond. En als er één ding is wat ik over de mensen heb geleerd, is het dat ze verschrikkelijk in de war zijn, maar het vaak zelf niet weten. Toch was er hoop voor Hermien en haar geliefde Lysander. Want Hermien had vrienden in de bomen, de bloemen en de struiken, op de heide en in de bossen. Het elfenvolk. Thank you.
Al sinds ze een klein meisje was, zette Hermien een schaaltje melk buiten voor de elfen. Daar zijn wij dol op! Jullie zullen dus begrijpen dat wij Hermien heel aardig vonden. En wij helpen onze vrienden graag. Zoals wij ook graag onze vijanden straffen. En Egbert, de man met wie Hermien moest trouwen, was een vijand van het elfenvolk. Hij verdiende veel geld met het bouwen van huizen. Dat is nog niet zo erg, maar hij kapte bomen om. Hele stukken bos, om op die grond zijn huizen te kunnen bouwen. En daar zaten bomen bij, waarvan iedereen in het dorp wist dat ze aan de elfen toebehoorden. Elfenbomen worden zulke bomen genoemd. De oude mensen in het dorp, die wat meer wijsheid hadden, waarschuwde Egbert wel eens. Egbert, zeiden ze, kap geen elfenboom om, daar kan alleen maar onheil van komen. Maar Egbert lachte hen vierkant uit. Hij geloofde niet in elfen en daar was hij nog trots op ook. Hij dacht dat zijn domheid hem slim maakte. Elfjes bestaan niet, riep hij altijd. En er is maar één ding dat wij elfen erger vinden dan het omkappen van onze bomen. Als iemand zegt dat wij niet bestaan. Hoe zouden jullie dat vinden? Als ik zou zeggen dat jullie niet bestaan? Ja, dan zou ik hier voor een lege zaal staan te vertellen. Ik heb wel betere dingen te doen, zeg. Wij elfen wilden Hermien en Lysander graag helpen. Al was het maar om die Egbert eens lekker dwars te zitten. Dus op een mooie zomeravond, bij het licht van de volle maan, riep koning Oberon me bij zich. Puck, zei de koning, ik wil dat jij op zoek gaat naar een bloem waarvan ik een toverzalf ga maken. Het driekleurig viooltje. Ze zijn erg zeldzaam, dus het zal een flinke zoektocht worden. En een flinke zoektocht werd het. Maar gelukkig ben ik heel erg snel. Ik kan binnen 40 minuten om de aarde vliegen, als ik dat wil. Ik vertrok meteen, sneller dan de wind. Door heg, door struik, over heuvel en dal. Door water, door vuur. Overal zoekend naar het driekleurig viooltje. Intussen gebeurde er van alles met de mensen. Hermien en Lysander hadden genoeg van haar bemoeizuchtige vader en die vervelende kwal van een Egbert. Dus ze besloten om weg te lopen, de wijde wereld in te trekken. Dat moest natuurlijk geheim blijven, maar Hermien vertelde het wel aan Helena. Want ja, dat was haar beste vriendin. Die moet je wel kunnen vertrouwen, toch? Nee. Helena dacht dat ze Egbert een plezier zou doen door hem alles te vertellen. Zie je wel, zei ze, die Hermien, die is niks voor jou. Maar Egbert was het daar niet mee eens. Hij werd woedend en rende achter Hermien en Lysander aan het bos in. Helena raakte in paniek. Oh, maar dit was niet haar bedoeling geweest. Dus zij rende weer
achter Egbert aan. Nou, het duurde niet lang voor ze allemaal verdwaald waren in het grote bos. Ze waren de weg kwijt en ze waren elkaar kwijt. En toen het laat werd, vielen ze uiteindelijk alle vier in slaap onder de sterren van de prachtige midzomernacht. Lukte het me uiteindelijk het driekleurig viooltje te vinden. Geen opdracht die Puk te moeilijk is. Ik gaf de bloem aan koning Oberon en hij plette hem en prakte hem en mengde hem met andere planten, waarna hij er de heerlijkste honing bij goot. Ik heb nu een toverzalf gemaakt, zei de koning. Als je dit op de ogen van een slapend mens wrijft, zal hij verliefd worden op de eerste die hij ziet als hij wakker wordt. Smeer het vannacht op de ogen van Egbert, zodat die vervelende kerel eindelijk verliefd wordt op Helena en Hermien voortaan met rust zal laten. Hij ligt te slapen in het bos, niet ver hier vandaan, en Helena is vlak bij hem. Thank you.
nam het potje met toverzalf en vloog over de toppen van de bomen op zoek naar Egbert. Maar ik wist eigenlijk helemaal niet hoe die eruit zag. Toen ik een jonge man zag slapen op een open plek in het bos, met niet ver van hem vandaan een meisje, dacht ik, dat moet hem zijn. De koning had toch gezegd dat Helena vlakbij hem was? Hoeveel jongens konden er nou in het bos slapen met een meisje vlakbij zich? Dus ik dook omlaag en smeerde voorzichtig de zalf op zijn ogen. De zon kwam op en de vier mensen werden wakker. Maar er was iets misgegaan. Zie je, Helena was eerder wakker geworden dan Egbert en ze was een eindje weggelopen om droevig te dwalen tussen de bomen. Dat doen mensen wel vaker als ze verdrietig zijn. En daar had ze Lysander zien liggen. Ook slapend in het bos. Hermien zag ze niet, want die lag een eindje verderop. Helena schrok een beetje om Lysander daar zo te zien liggen. Ze schudde hem even om te zien of dat hij sliep. Of dat hij misschien wel dood was. Maar hij opende zijn ogen. O, rampspoed. O, ongeluk. Lysander was in één klap verliefd. Maar wel op de verkeerde. Op Helena. De toverzalf had prima gewerkt. Dat wel. Hermien werd nu ook wakker. En zag hoe haar grote liefde Lysander opeens van iemand anders hield. Haar hart was gebroken. Ze probeerde op hem in te praten. Lysander, Lysander, wat is er met je gebeurd? En waarom hou je niet meer van mij? Maar het had geen zin. Lysander negeerde haar en staarde alleen nog maar naar Helena. Helena snapte er niks van. Waarom was Lysander nu opeens verliefd op haar? Ze dacht dat Lysander de spot met haar dreef en ze rende in tranen weg. En Hermien was zo verdrietig dat het haar allemaal niet meer kon schelen. Ze gaf haar vader zijn zin en ging trouwen met Egbert. Ha, 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 lachte Egbert toen hij het nieuws hoorde. Ik heb toch altijd al gezegd dat die Lysander een sukkel is? Zoals ik al zei, het was helemaal geen aardige man. De enigen in het dorp die blij waren, waren Egbert en Hermiens vader. Hermien was doodongelukkig. Het hele dorp had medelijden met haar. En Helena was verdrietig omdat haar Egbert niet met haar, maar met Hermien ging trouwen. En koning Oberon? Ja, nou die was dus heel erg boos op mij. En ik geloof dat ik dat niet helemaal goed had aangepakt. Heel af en toe kan zelfs een elf zo dom zijn als een mens. De dag van de bruiloft van Egbert en Hermien naderde als een grote donkere onweerswolk aan de horizon. En Lysander, haar ware grote liefde, die dwaalde rond door de bossen op zoek naar Helena. Maar de elfen zaten niet stil. De koning had een plan. Met man en macht zochten we over de hele wereld naar een andere bloem. Een nog zeldzamere bloem. De gouden roos. De koning zei dat hij daarvan een ander zalfje kon maken, waarmee hij de betovering van Lysanders ogen kon halen en alles hopelijk weer goed zou komen. Oh, het was een moeilijke zoektocht. Maar eindelijk, op de avond voor de bruiloft, yes,
lukte het. Een paar elfen hadden de gouden roos gevonden in een verlaten bosje, verborgen tussen hoge bergen, hoog in het noorden. Ze vlogen razendsnel terug naar het hof van koning Oberon. Die maakte snel de zalf en stuurde mij op weg om Lysander te vinden. En zorg dat je deze keer de juiste te pakken hebt, riep hij me na. Wat ik eigenlijk een beetje flauw vond. Iedereen kan toch wel eens een foutje maken? Ik vond Lysander in het bos waar hij in slaap was gevallen. Snel smeerde ik de zalf op zijn ogen. En toen hij de volgende ochtend wakker werd, was hij weer helemaal zichzelf. En herinnerde hij zich zijn liefde voor Hermine. Ga snel naar de kerk, Lysander, riep ik vanuit de bladeren. Egbert wil daar deze ochtend trouwen met Hermine. Oh, en daar ging hij, rennend, alsof zijn leven ervan afhing. Ja, maar nu denken jullie vast. En nu? Hermine moet toch nog steeds met Egbert trouwen van haar vader? En Helena, waar is die? Hahaha, maar dan vergeten jullie Puk. Slimme Puk, handige Puk. Puk die wonderen verricht. Ik had de andere elfen opgedragen om Helena te vinden en haar terug te brengen naar het dorp. En ikzelf was midden in de nacht naar het huis van Egbert geslopen. Ik gebruikte één van mijn eigen toverkunsten en ik veranderde het gezicht van Egbert in dat van een ezel met grote flaporen en een grijze snuit. Toen iedereen de volgende ochtend het nieuwe gezicht van Egbert zag, moest zelfs Hermiens vader toegeven dat hij zijn dochter niet met zo'n ezel kon laten trouwen. Oh, Egbert werd boos en wilde Hermiens vader uitschelden. Maar het enige geluid dat er uitkwam was... I-a! Ben ik niet Puk? Puk, de vrolijke dwaler door de nacht. Puk, een vriend voor iedereen die goed is voor mens en dier. Puk, een plaaggeest voor iedereen die lui en onaardig is. Met Hermine en Lysander kwam alles goed. En met Egbert? Nou, die kwam er ook nog best goed vanaf. Want Helena was nog steeds verliefd op hem. Het maakte haar helemaal niks uit dat hij nu het gezicht van een ezel had. Egbert raakte daar erg door ontroerd en begon een klein beetje beter te snappen hoe de liefde eigenlijk werkte. Niet lang daarna werden er dus maar liefst 2 bruiloften gevierd. En ze leefden alle 4 nog lang en gelukkig. Thank you.
lang over nagepraat in het dorp. Was het allemaal wel echt gebeurd? Of was het alleen maar een droom? En jullie? Zijn jullie wakker? Of zijn jullie aan het dromen? Ik hoop maar dat jullie allemaal tegelijk dromen van de prachtige bruiloften van Helena en Egbert en Hermien en Lysander. Dit was het zondagochtendconcert van deze 26e februari. Een familieconcert met een midzomernachtsdroom van Felix Mendelssohn. Een tekst van Reggie Naus die werd verteld door Maartje van de Wetering. En de muziek van Felix Mendelssohn werd gespeeld door het Orkest van het Oosten onder leiding van dirigent Jasper de Waal. En zo kwam het uiteindelijk nog allemaal goed. De tekst van Reggie Naus, natuurlijk gebaseerd op A Midsummer Night's Dream van William Shakespeare. Het stuk dat de jonge Felix Mendelssohn en zijn zusje, hoe jong ze ook waren, al erg goed kenden.